zon schijnt. Dus het is een moeilijke match, heb ik gehoord. Een moeilijke tegenstander, maar ik denk dat we dat wel goed gaan doen als we ons gaan inzetten. Wat er belangrijk is vandaag, we hebben er al een keer op getraind. Het is open en breed. Weet je dat, een paar weken geleden hebben we er op getraind. Dus als Simon als hij een bal hebt, is dat een doel. Gaan de 2 en de 5 goed open. En als hij inspeelt, Simon, haak je af en probeer je open gedraaid te staan. Hoe kun je open draaien? Hoe gaat dat gemakkelijk van al? Waar moet je aan denken? Simon? Ik kijk waar de bal gaat en je bijten, mijn vaste voet komt voor. Ja, en waar moet je ook op letten? Iets dat je kan helpen? Ik heb het al gehoord. En hoe doet hij dat? Met je schouders te gebruiken. Als je schouders gebruikt, dus als de bal van daar komt, dus die staat hier in de hol. Je hebt dat daar, de 2. Haak je een beetje af, je draait je schouders en je staat direct goed in gedraaid. Richting toe van de andere, van de tegenstander. Dus daar, dat wil ik vooral zien vandaag. Ik probeer ook snel te voetballen. En goed verdedigen. Ik denk dat dat vooral belangrijk is vandaag. Goed verdedigen. En dan proberen we snel uit te komen, snel de andere kant te bereiken. Kasper is dan in de spits, de 9. Er staat veel mogelijk loop. Maar we gaan het er aan de overkant zeker kunnen scoren. Oké? Okay? Jongeren! Ga proberen! Oké, positie! Kom op, tot daar! Dan boven! Milan inzakken! Inzakken! Kom centraal, Milan! Milan, zak maar in! Makkas, we zijn alleen! Actie! Oké! Doe maar actie! Je bal, score! Ah, goed, Hans, goed! Goeie Simon, rustig! Wacht, Simon, langs de grond kijken. Cavina, kom op! Ja, op. Ja, 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 Rem, we zijn goed bezig. Bedankt jezelf.